Ruben Schaken, ik sprak jou vrijdag al. Toen zat je op dag 8 van je herstel en ging het voorspoedig. Zie je hier in Marbella ook van alles doen? Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed naar omstandigheden. Ik kan best wel veel. Ik heb al aardig getraind hier. 3 keertjes en vandaag de 4e dus. En ik ben positief gestemd, alleen wil ik nog niet te hard van stapel lopen. Want ik heb nog niet mijn maximale test gehad, waardoor je dus meteen weer de groep mee mag. Dus, tot dan blijf ik een beetje rustig, zeg maar. Ja, de eerste dag eigenlijk een beetje lopen. Gisteren alweer wat met de bal. Nu een gedeeltetje aan het begin met de groep. Is dat ook volgens de lijn der verwachting? Ja, dat is volgens het programma. Eigenlijk loop ik voor op het programma. Ik zou er niet verwachten dat ik nu al kan doen wat ik doe. Dus dat is positief. En gisteren een goede prikkel gehad. Een hele lange training. Met eigenlijk van alles met bal, afwerken, licht en versnellingen. Dus dat ging allemaal goed. De day after, dus vandaag geen reactie gehad, dus dat is allemaal positief. Waar heb je nog wel last van? Nou, met het afwerken natuurlijk, binnenkant voet, dan voel je natuurlijk wel wat rek op die lies, zeg maar. Maar dat is normaal deze fase, ik zit nog niet eens op 2 weken, dus dat is gewoon normaal, dus dat moet je dan gewoon accepteren. En we werken langzaam aan om weer met de groep mee te doen. Ja, je lijkt wel een wereldrecord neer te zetten, hè? Want ik heb gelezen dat Zlatan Ibrahimovic ooit voor het EK binnen een maand terug was en ja, jij loopt voor op schema. Ja, nog niet hoor. Hij was binnen een maand terug, maar ik zit nu bijna op 2 weken. Dus het zou mooi zijn als het lukt. Maar zoals ik in het begin al zei, ik ga uit van de 6 weken die normaal is voor deze blessure. En elke week die je eerder pakt is mooi meegenomen. Maar ik wil nog niet meegaan met al die positieve dingen die ik allemaal hoor en lees. Want, Ajax uit en minuten maken. Ja, dat is onrealistisch. Ik heb 2 matjes en ook al zou ik alles kunnen, zeg maar, zijn die matjes nog niet gehecht binnen 4 weken. Die moeten zich gaan hechten aan je buikwand, als ik het goed zeg. Dus ja, dat is die strijd win je niet van moeder natuur. Dus wat dat betreft blijf ik rustig. Maar ja, we zullen het zien. Het gaat hartstikke goed, boven verwachting. Dus hopelijk kan het alleen maar beter. Ja, alle andere spelers die geblesseerd zijn, zijn wel in Nederland achtergebleven. Jij bent eigenlijk de enige geblesseerde die hier wel traint. Hoezo precies die keuze gemaakt? Ja, zou je de trainer moeten vragen. Hij heeft natuurlijk wel kort een toelichting gegeven. Hij vindt me belangrijk voor de ploeg. En ook als mens. Nou ja, dat is goed om te horen. En zoals je al ziet maak ik hier wel grote stappen, dus wat dat betreft heeft hij dat ook heel goed ingeschat. Onze medische staf zit er kort op, dus dat is voor mij heel belangrijk. Anders had ik daar in Nederland met 5 andere gasten, daar kreeg je niet alle aandacht die je nodig hebt. Dus ik denk dat dat ook wel redenen zijn. Maar goed, om echt alles te horen moet je bij de trainer wezen. Maar het is positief dat ik mee mag. En hoe gaat de rest van de week er voor jou uitzien? Toch al misschien probeer je nog een groepstraining mee te maken deze week, of is dat ook niet realistisch? Nee, dat is niet realistisch. We willen niks forceren. Ik heb ook zelf natuurlijk wat vinger in de pap. Ik heb gezegd, nee, ik wil niet te hard van stapel lopen. Want ik ben gewoon bang voor een terugslag. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Dus je kan liever een dag te laat dan een week te vroeg, zeg maar. Dus ja, we zullen dat moeten afkomen.